Bij de herdenking van Wereldbouwdag gisteren zijn padvinders en padvinsters bijeengekomen in het centrum van het Surinaams padvindersgilde aan de Kernkampen. Het thema van deze Wereldbouwherdenking was Impacting Scouting. Bij deze bijeenkomst bleven de padvinders en gidsen stilstaan bij de invloed die de padvinderij heeft gehad op hun persoonlijke groei, hun omgeving alsmede op welke wijze zij de waarden van de padvinderij uitdragen. Wereldwijd wordt op 22 februari Wereldbouwdag gevierd als herdenking van de geboortedag van de oprichter van de padvinderij, Lord Robert Baden-Powell, en zijn echtgenote Lady Baden-Powell. Baden-Powell-dag is een dag van internationale vriendschap en solidariteit. Deze dag wordt ook wel Denkdag genoemd, omdat padvinsters, gidsen en padvinders over de gehele wereld aan elkaar denken en hulde brengen aan hun oprichter. Lord Baden-Powell werd geboren in 1857 te Paddington, Londen, Engeland. Hij was militair in het Britse leger en heeft als oprichter van de internationale scoutingbeweging in 1907 een demonstratiekamp georganiseerd. Dit kamp kreeg de naam van Brownsea Island Scout Camp en wordt beschouwd als het begin van het scouting gebeuren.